Oké, nou, ik stel voor dat we gewoon beginnen. Goedenavond, dames en heren, en een speciaal van harte welkom aan Rachel Dranger-Schrijverschuurder. Ja, dankjewel. Van harte welkom. Dankjewel. Nou, ik moet even een kleine introductie doen, want ja, mensen die vragen aan mij, wie is dat? Nou, om te beginnen wil ik zeggen aan alle mensen die meedoen aan de keukentafel. Iedereen die ik vraag heeft iets interessants te vertellen. Dus ook al herken je de naam niet, doe maar mee. Het is vast de moeite waard. Dus dat is opmerking nummer 1. En nou wil ik zeggen dat... Het was denk ik 17 jaar geleden. Toen vertelde iemand van... Goh, ik was in Antwerpen na de bevalling in Beesrezel. En dat was zo ontzettend leuk. Nou, ik was toen zwanger. En ja, dat klonk wel interessant. En toen mijn zesde kind werd geboren... Toen ging ik dus ook naar Beesrezel in Antwerpen. En dat was zoiets fantastisch, dat ik zei, het is de moeite waard om een baby te krijgen, alleen maar zodat je naar Beesrezel kan gaan. En Rachel, jij bent degene die Beesrezel heeft opgezet, maar daar gaan we het straks over hebben. Ik was niet zeker hoe ik je naam moest schrijven, Schrijverschuurder. Dus ik was even op internet gaan zoeken. En als je inderdaad de naam Schrijverschuurder op internet opzoekt, dan komen we bij iets heel tragisch. En misschien is dat waar mensen de naam van herkennen. En dat is de Pigua, de aanslag in de Sbarro Pizzeria. Ik denk zo'n... 15 jaar geleden was dat? Nee, in 2001. Dus 19 jaar is het. 19 jaar geleden, waarbij 5 mensen van de familie Schrijverschuurder zijn omgekomen. En ja, dat is natuurlijk iets wat de naam Schrijverschuurder gelijk mee verbindt. Maar wij willen vandaag natuurlijk hele mooie dingen ook horen. En laten we daarop focussen. We willen deze, nou ja, het is geen sjoer, maar het is wel een avond die we samen hebben. Ook doen dan Ilui Nishmat, al diegenen die zijn overleden. En ik wil specifiek noemen 2 jonge mensen die pas zijn overleden. Michael Saadia ben Moshe en Levi Yitzhak ben Arjeleb HaKohen. Oké. Wij kennen elkaar eigenlijk helemaal niet persoonlijk, want ik ben veel jonger volgens mij. Maar we hebben elkaar inderdaad in Antwerpen ontmoet. Of het in Beesrezel was of ergens anders, maar we hebben elkaar een keertje ontmoet. Dat herinner ik me. Maar de familie Schrijverschuurder, zoals net gezegd, is een echte Nederlandse familie met een, volgens mij een historie hier in Nederland. Misschien kan je beginnen even iets te vertellen over jezelf, waar je geboren bent en hoe het was toen je opgroeide. We zijn heel benieuwd. Ik ben geboren in Haarlem. Mijn grootouders hadden voor de oorlog... in Haarlem een huis. En in de oorlog zijn mijn vader, zijn broer en mijn grootouders altijd ondergedoken geweest. En tot op het laatst waren ze samen en dan moesten ze splitsen. En dan zijn mijn grootouders weggevoerd naar Auschwitz. Na de oorlog hebben mijn vader en zijn broer het huis teruggekregen. Dat was al iets heel bijzonders. Dat is en zeker daardoor, heel bijzonder, ja. En ik moet ook zeggen, alles wat erin stond, hebben ze ook teruggekregen. Dat was ondergedoken, maar het meubilair en een Sefer Torah hebben ze allemaal teruggekregen. Nou, de eerste jaren na de oorlog, dus toen zijn 47 zijn mijn ouders getrouwd. En we zijn daar in Haarlem blijven wonen, tot eigenlijk mijn oudere broertje naar school moest. Ondanks dat Haarlem altijd een grote kille was voor de oorlog, maar ook nog daarna,
was het nooit een Joodse school. Heel raar. En toen mijn broer 6 werd, toen zijn we naar Amsterdam verhuisd. Ik herinner me nog wel de Soen in Haarlem. Maar dat is waarschijnlijk ook omdat ik hem later nog wel eens terug geweest ben, dat ik dat herinner. Maar we hadden in Amsterdam een geweldig leven eigenlijk. En het was een speciaal leven. Iedereen die daar was, iedereen kwam daar alleen terug na de oorlog. Iedereen was voor de kinderen oom en tante. Want niemand had opa's en oma's. En we gingen allemaal naar dezelfde school. Want er was maar 1 school. En daar kwam iedereen, of je nou vroom was, of vrij was, of hoe je ook was. Iedereen ging naar Ospina en daarna naar Maimonides. Het waren totaal andere tijden. Ja, ik kan je dat helemaal niet voorstellen. Hoe leven anders was. Want ik herinner, vanochtend kreeg ik van iemand een filmpje dat wij op straat speelden. Hè? En dan kwam er 1 keer in een half uur een auto. En dan riepen we, auto! En dan moesten we aan de kant gaan staan. En dan kwam er een auto aangepufft. Hè? Ik weet het niet. Ook in school, alles was samen. Totaal ander leven. Wat kan je de mensen ook niet voorstellen. En je was blij als je ergens een Jood op straat zag. Hè? Want dat waren allemaal niet-Joden. En dan zag je ergens een Jood en dan was je helemaal high ervan eigenlijk. Ja. Mm-hmm. Ja, het was een speciale tijd. En we hebben het er wel eens over. Hè, dat we totaal geen trauma hebben overgehouden aan onze jeugd. En dat we eigenlijk allemaal heel vrolijk waren altijd. Ja, okay. Ik wel speciaal. Dat is zeker heel speciaal. En ik denk dat dat ons leidt automatisch naar uw ouders. Want die zijn natuurlijk degene die de oorlog wel hebben meegemaakt. En toch in staat waren om jullie zo'n opvoeding te geven. Ja, ik vind dat van deze mensen, dus niet alleen van mijn ouders. Maar ook van heel veel overlevenden. Je had eigenlijk 2 groepen. Degene die zoveel hadden meegemaakt dat die er niet overheen kwamen. Dat die de hele dag alleen maar aan die oorlog dachten. Aan die families die ze verloren hebben. En je had de andere groep van jongens, wij zetten het Jodendom voor. En we gaan ervoor. En zo is dan Hasha Selet opgericht. Daar was mijn vader en mijn oom heel actief in. En ik heb eens een krantje gezien van de eerste over Shabbos Hasha Selet na de oorlog. Het waren allemaal bijna loslopende kinderen. Hè? En iedereen hoe ze schrijven. We hadden zo'n mooie Shabbos. En we hebben zo lekker gegeten. En we kregen een snoepje. Dus daar is eigenlijk Hasha Selet uitgegroeid. Maar ook activiteiten rond de scholen. En van alles en nog wat eigenlijk. Die mensen hebben enorm veel gewerkt om Joods Nederland weer op poten te zetten. En dat hebben ze ook in andere landen. En dat vind ik eigenlijk een koyer, een kracht, wat ongelooflijk is. Ja. Ja, dat hebben ze wel. Ik moet wel zeggen dat ik zelf ook vind dat ik de kracht van mijn ouders heb meegekregen. Veel dingen op kunnen zetten. Waar nog steeds zoveel mensen, zoals jij dus zegt, hè, dat bij Schijzel, de Bekraamhotel, zo van kunnen genieten, eigenlijk. Ja. Ja. Maar er werd niet over de oorlog gesproken. Ze wouden er niet aan terugdenken. En dat gaf misschien de kracht om door te gaan. Je bedoelt niet terugdenken aan de moeilijke tijden. Ja. Het enige was, als mijn broer bar mitzwa werd, dan zei mijn vader wel, jij zit hier. Ja, hij was wel bar mitzwa met zijn ouders. Als wij trouwden, dan zei hij, ik ben jaloers. En jullie worden onder de groppen gebracht door je ouders. En wij dus niet. Dat zei hij iedere keer weer eigenlijk. Ja. Mm. Ja. Allemaal zware dingen natuurlijk. Hè? Ja. 1 seconde. Fans toe. Hier helpen Ben Hein en zo. Zie ik hier de link? Ja, sorry. Even tussendoor. Ik heb ook niet zo lang geleden het boekje van uw vader gelezen.
Ja, daar staan zulke ongelofelijke dingen in van wat ze hebben meegemaakt. Kan je daar wat van vertellen? Toen mijn vader overleed, was ik 46. En toen was het boek juist klaar, dat wil zeggen het manuscript afgedrukt. En ik kreeg dat in handen eigenlijk terwijl we daar schiffen zaten. En toen realiseerde ik op dat moment dat mijn opa 46 was. Zoals oud als ik dus nu daar was dus. En zo is het onmogelijk. Waar hebben die mensen de korg vandaan? Om je boeltje constant op te pakken als er alarm was. En hup met vrouw en kinderen achter je aan weg te vluchten. En dat is allemaal niet te begrijpen wat die mensen meegemaakt hebben. En dan zeggen ze wel eens, ja, ze zijn niet in de kampen geweest. Maar ik denk, iedereen die de oorlog overleefd heeft, heeft op zijn, haar manier iets vreselijks meegemaakt. Hè? En je kan het niet vergelijken en je mag het ook niet vergelijken. Dat onzekere, dat opgesloten zitten bij mensen, wekenlang, maandenlang, jaarlang, moet toch verschrikkelijk zijn. Mijn moeder die kwam uit Duitsland. En die was 18 jaar en is door haar ouders op de trein gezet naar Nederland. Ze hadden daar een aanknopingspunt. En die is ook een beetje van hot naar haar gekomen. En dan is ze in een bejaardentehuis van een dominee. Die heeft verschillende Joodse meisjes en ook jongens binnengenomen. En die hebben daar zogenaamd gewerkt. Maar van mijn moeder hadden ze verteld dat ze doof is. Want ze had een Duitse tongval. Maar het rare is dus, na 2-3 weken was ze vergeten dat ze doof was. En het mooie was eigenlijk dat niemand er ooit verraden heeft. En ze heeft daar de hele oorlog kunnen blijven. Wauw. Ja, en waar was dat? Dat was in Amstelveen. Wauw, in Amstelveen. Ja, en mijn vader, die was in Haarlem eigenlijk, met zijn broer. Dus op een gegeven ogenblik ging hij met zijn broer van één adres naar de ander. Ze hadden waarschijnlijk het mazzel dat er 2 blonde jongens waren. Maar zoals je dat in dat boekje dan leest, hè, het moest heel stil zijn allemaal. En er werd aan die kinderen dan, die kinderen van die onderduikouders gevraagd, hebben jullie onderduikers? Nee, daar weten we niks van. Hè, en zo. Dus ja, iedereen die de oorlog is doorgekomen, is toch wel een nes. Hè, een groot wonder. En daarom heet dat boekje ook voor al de wonderen die wij meegemaakt hebben. Ja. En, ja. Zijn er, zeg maar, specifieke boodschappen die je van je ouders hebt meegekregen? Ja, mijn ouders waren heel erg principieel. Dat wil zeggen, jullie gaan de weg in die wij ook ingegaan zijn, de Joodse weg. De weg die God voor ons uitgestippeld heeft, ook al weten we dat niet altijd. En je moet heel standvastig aan je principes houden. Want zodra je begint te torren aan de principes, gaat alles mis eigenlijk. En dat is zeker wel waar. Mijn vader kon niet tegen onrecht. Die vocht voor rechtigheid. En dat zit er eigenlijk toch wel ingedramd zo een beetje. Hè? Ja. Okay. Ja. Ja, okay. Het is, misschien is dat wel de goede kant van de Jekkische wereld geweest. Hè? Recht door, recht aan en principes aanhouden. En begin niet af te wijken. Ik heb niks tegen andere groeperingen. Maar dit is toch wel typisch Jekkies. En daar hou ik me eigenlijk ook aan vast. Ja. Oké, nou, je vertelde eerder dat je dus in die tijd iedereen ging naar de enige school die er was. Dus Rospina, dan Maimonides. Wil je vertellen wat je daarna gedaan hebt? Ja, ik ben... uiteindelijk ben ik... moest ik van Maimonides af. Ik kon niet echt goed meekomen. En toen ben ik naar een Gooise meisjesschool geweest. Na de meisjesschool ben ik een jaar naar Luzern, het seminarium, geweest.
Dat bestaat nu niet meer, maar het jaar dat ik naar SEM ging, of noemen ze dat de SEM-seminarium, was er niemand anders uit Amsterdam, uit Nederland, die ging. De meesten gingen in groepjes of naar Londen of naar Gateshead. Er was niemand die eigenlijk ging dat jaar. En ik weet niet hoe mijn ouders op Utrecht zijn gekomen. Maar ik ben daar een jaar geweest. Beeld schiet weg. Het was daar heel gezellig en een goed jaar ook. Maar na een jaar ben ik weer thuis gekomen. Ja. En ik wou toen eigenlijk leren voor wou ik eigenlijk gaan leren voor verpleging. Maar mijn moeder vond dat enorm zwaar werk. Want zij was na de oorlog, was zij, zoals vele meisjes die eigenlijk geen huis meer hadden, die zijn in het Weesperplein ziekenhuis terechtgekomen. En dat was toen nog Joods. En ze hebben daar verpleging geleerd en daar kwamen alle mensen uit de kampen kwamen terug. En dat was heel zwaar, heel vermoeiend werk. En mijn moeder zei altijd, dat is niks voor jou. Dat is niet goed voor jou. En ik ben daar maar heel braaf geweest. En ik ben daar maar op de Ganon. Dus vroeger had je de Ganon in de Lekstraat met Lea Edel. Lea Pakte. Ben ik een jaar geweest eigenlijk. En dan, in dat jaar, ben ik al verloofd. En dan ben ik een jaar daarna eigenlijk naar Antwerpen getrokken. Oké, want je man komt uit Antwerpen? Mijn man komt uit Antwerpen, ja. En vroeger ging je gewoon naar de stad waar de man werkte. Dat was niet dat we eerst naar Keulen gingen of een jaar naar Israël. Nee, mijn Philip Rogers was klaar. En hup, gewoon naar je huizen. Man de volgende dag naar zijn werk. Ja. Ja, ook anders allemaal, hè? Ja, en hoe was dat om in Antwerpen te gaan wonen? In vergelijking met je opvoeding en je opgroeien in Amsterdam? Zal ik je wat zeggen? Ik was erg teleurgesteld in Antwerpen. Oké. Heel raar. In Amsterdam droegen alle vrouwen bijna een sjaal, een hoofdbedekking. Na het huwelijk. In Antwerpen niemand. Terwijl Antwerpen altijd Antwerpen was. Ik hoop niet dat er veel Antwerpenaren me nu gaan tegenspreken. De school, de Joodse school die er was, en er was in die tijd ook maar één school, dat werd allemaal door niet-Joodse kleuterjuffrouwen geleid. En de lerares, de Joodse lerares, die kwam eigenlijk een uurtje binnen om een gebedje te doen en wat te vertellen. Maar het belangrijkste was de niet-Joodse juffrouw. En dat hadden we in Amsterdam eigenlijk. Hadden we altijd Joodse juffrouwen. Hè, voor alles. Ook op de lagere school. En de meeste op de Maimonides ook. Dus het Joods en het profane was zo'n beetje in elkaar overlopend. En ik vond dat heel teleurstellend eigenlijk in Antwerpen. Dat moet ik zeggen. Ja. Maar ik denk dat dat in Antwerpen ondertussen ook wel veranderd is. Nou, ik moet eerlijk zeggen, de laatste 5 jaar zijn er eindelijk meisjes die klaar zijn van school, die lerares profaan studeren. En dat begint langzaam eindelijk door te gaan naar de scholen. Maar merendeel is eigenlijk nog niet Joods. Dat is heel Ja. En ben jij gaan werken toen je daar kwam wonen? Of gewoon huisvrouw? Ik ben gaan werken, want uiteindelijk is onze oudste pas het 7e jaar geboren. Dus ik had heel veel tijd. Het was een schande in die tijd als een Joodse vrouw ging werken. Want dat betekende dat de man niet verdiende. En toen in die tijd, dus 50 jaar geleden, was de diamant floreerde. Dus iedere man werd geacht enorm te verdienen. Maar ik was gewend te gaan werken ook.
En wat moet ik anders doen? Dus, wat ik in Nederland ook gedaan heb tijdje, was gewoon via uitzendbureaus, want dat was toen heel in, werk gevonden. En dan ging ik eens hier en dan ging ik eens daar. En ja, ik had daar niks mee te verbergen. Maar je moet toch bezig zijn, uiteindelijk. Ja. Ja, dus ik ging werken. Ja. Ja. En ondertussen, als we een aantal jaren vooruit springen, hè, dan heb jij ondertussen, als het ware voor jezelf, hele mooie activiteiten gecreëerd om je mee bezig te houden. Uiteindelijk, dus onze oudste werd geboren in het zevende jaar. En toen een meisje en toen kregen we een zoon en daarna nog een meisje. En mijn zoontje, ons zoontje, die was heel erg ziek. En daar ben ik eigenlijk 11 jaar mee in het ziekenhuis geweest. En dan is hij overleden. En toen ik 40 werd, want die droom van ziekenhuis, dat bleef altijd in mij. Toen ik 40 werd, heb ik gezegd, het is nou of nooit. En ik ben naar het ziekenhuis gestapt, waar ook de verpleegopleiding is. En de voetvrouwopleiding. En ik heb gewoon vlakaf gezegd, ik wil hier iets gaan doen met moeders en baby's, maar ik weet nog niet precies wat. En ze waren heel erg blij, want in dat ziekenhuis komen enorm veel Joodse vrouwen. En toen zeiden ze onder het motto van, dan ben jij onze contactpersoon met het Jodendom. Hè, en begeleiding van de Joodse vrouwen. Maar je moet wel naar de school lessen gaan volgen. En dat was eigenlijk wat ik wou. Ja. Dus zo ben ik begonnen aan de opleiding. Toen was het nog eerst verpleegster. Met een beetje gynaecologie wel. En een beetje verloskunde. En dan bij de vroedvrouwen. Dat was toen apart. Is het eigenlijk alleen maar vroedkunde dus geweest. Intussen zei mijn mentor. Die zei tegen mij. Marcel, ik ga jou nou wat zeggen. De lichtdagen gaan korter en korter worden in België. Ik was nog 10 dagen in het ziekenhuis. Maar zij zei tegen mij, dat gaat korter en korter worden. We moeten iets doen voor de Joodse vrouwen. Die hebben grote gezinnen. Die kunnen niet meer naar bevallingen. We gaan iets moeten opzetten. En dat is eigenlijk mijn springplank geweest naar de kraamzorg en naar het kraamhotel. En al mijn leraren van de verpleegschool, allemaal artsen, die stonden er allemaal achter eigenlijk. En effectief is dat gebeurd. Het is van 10 naar 6 dagen en nu is het nog maar 2 nachten. Het laatste hoor ik. Nu is het nog maar 2 nachten. Ah, dat vrouwen nog in het ziekenhuis mogen. Hè? En dus toen ben ik eigenlijk daarmee begonnen in mijn gedachten en zo, allemaal een beetje te vormen. En dan heb ik vrouwen gezocht die ik ga opleiden, vanuit mijn opleiding verder, naar het kraamzorg. Want België kende geen kraamzorg. Dat bestond helemaal niet in België. Heel raar, ik ben een beetje achter nog steeds, maar goed. Dus toen heb ik een groep vrouwen gehad en wij kwamen, de eerste groep, die kwamen 3 of 4 keer per week kwamen bij mij in de huiskamer. De schilderijen gingen van de muur, daar hing dan een schoolbord. En dan begon ik ze te vertellen. En uiteindelijk is dat de basisgroep geweest. Die dan in 96 begonnen is met de babykraam bij Schrijs eigenlijk. En nog een groep opgeleid, want je moet genoeg mensen hebben dus. Maar intussen ook, we hadden een kleine plaat. En intussen is dan de grote sponsor gekomen. Ik denk dat jij daar dus geweest bent. Het gewezen aan het Waldorf Hotel. Het hotel was dus allemaal kamers aan met allemaal badkamers erin enzovoort. En dat hebben we dan kunnen kopen en ombouwen. Met de babykamer, eetkamer, kooster, melk, vleeskeuken en zo. En dan gedurende de jaren heb ik nog wel groepjes vrouwen gehad. Want de eerste groep
ja, die worden dan weer ouder en die hebben dan kinderen te trouwen of die hebben al kleinkinderen en zo. Ja, dus er zijn altijd wel groepjes die ik opleid om het verder te kunnen draaien. Intussen ging ik dus ook weer terug naar school bij Vroedvrouw. En daar is eigenlijk de doula uit, bij mij uitgeboren. En dat was dan ook de eerste doula in België. En dan heb ik ook meegeholpen aan het doula-netwerk voor Europa. En op een gegeven ogenblik heb ik ook Gooise, niet-Joodse vrouwen opgeleid tot doula. Want die vonden dat eigenlijk heel interessant allemaal. Misschien kan je heel even uitleggen, want niet iedereen weet wat een doula is. Ja. Ja. Een doula is eigenlijk, het komt uit het Grieks en dat wil eigenlijk zeggen een lieve vrouw die tijd heeft. Daar komt het op neer. Ja, het is een beetje veranderd de laatste jaren, want eigenlijk, dat wil zeggen, in België, ik moet even spreken over het België bevallen. In België bevallen alle vrouwen in het ziekenhuis. Je gaat op een gegeven ogenblik ga je naar het ziekenhuis en dan ben je daar, dat noemen ze de arbeidskamer, want de verloskamer was dan ergens anders. En daar ben je uren aan het wegpuffen. Dat is dan nog van voor de epidurale. En die uren heb je soms wel iemand nodig die je even met je meedoet. In Nederland noemen ze het een pufmaatje, de doula. Ja, okay. Ja, een pufmaatje. En dat is eigenlijk het juiste woord. De echtgenoot, de partner heet dat tegenwoordig. Die is soms al dagen met zijn vrouw bezig thuis. Hè? Wel weer, niet weer, gaan we naar een ziekenhuis. Misschien tussendoor andere kinderen nog moeten verzorgen. Dus iemand die even van overneemt en voor de vrouw zorgt en vertroetelt en de aandacht heeft, is voor de partner dus ook eigenlijk goed. Dus dat is eigenlijk het idee geweest van de doula. Dan is de jaren is de epidurale opgekomen. Dan ben was nog wel sceptisch voor de epidurale. En op een gegeven ogenblik was het bijna allemaal epidurale. En dan langzaam is dat toch weer teruggekomen naar natuurlijk ook. Omdat in België de ziekenhuizen een bad aangeschaft hadden. En in bad bevallen is een grote hit eigenlijk. En dan heb je wel weer een doula nodig. Ja, dus dat is de doula. Ook weer vrouwen opgeleid, meegedaan. Ik wil heel even. Ja, sorry. Ik wil je heel even onderbreken. Ja. Want we hebben het gehad over het Beesrezel, over het kraamhotel. Ja. Ja. Maar ik denk dat heel veel vrouwen misschien toch ook wel een beetje nieuwsgierig zijn wat hoe dat daar is. En ik ben dus. Ik ben in het eerste en in de tweede geweest. Dus bij twee baby's, bij de twee laatste baby's ben ik geweest. De eerste was nog in het oude pand en de tweede was toen in het hotel. Maar ik kan jullie dus zeggen, geachte luisteraars, ik kom daar binnen en onmiddellijk wordt er ontfermd over de baby en je mag gaan zitten en je krijgt een gigantisch stuk koel voorgeschoteld. Het was Erev Shabbos, vrijdagmiddag. Gigantisch stuk koel voorgeschoten. Ik had echt zoiets van, wow. Je hoeft niets mee te brengen. Alles wordt voor je gedaan. Eigenlijk alleen maar je nachtjapon en toiletartikelen. En dat was super gezellig. Want je bent daar dan met nog een paar vrouwen die net bevallen zijn. En een superleuke eetkamer. En er zijn ook een heleboel leesboeken. Je baby wordt de hele tijd verzorgd. Die wordt naar je gebracht als de baby gevoed moet worden. En er staat de hele tijd lekker koffie en thee en allerlei lekkernijen en fruit. En ja, het is gewoon zo ontzettend leuk. Het is echt een hotel. Maar voor ons Joodse mensen, als je naar een gewoon hotel gaat en het is niet kosher, dan heb je misschien een heerlijk bed. Maar voor je eten moet je zelf zorgen. Ja. En nu kom je. Je wordt volledig verzorgd. En het is ook gewoon super leuk. Want ja, je bent wel eens langer wakker dan je zou willen. En dan ga je even naar de babykamer. En dan zie je daar die dames, hoe ze heerlijk de baby in bad aan het stoppen zijn. En je ziet ook dat ze het met zoveel liefde doen. Dus je komt daar als
net bevallen vrouw en het is één en al genieten. Ja. Dus het was bij mij alleen maar bij de twee laatste kinderen dat ik erheen kon. En ik heb het wel voor elkaar gekregen dat de Nederlandse verzekering ervoor betaald heeft. Want er zijn dus verzekeringen... Dat is goed voor de jonge luisteraars, dus om te weten eigenlijk, hè? Ja, ik weet niet of het nu nog zou lukken, maar ik heb toen gezegd van jullie betalen voor een kraamhotel. Ja, maar ik zeg, als ik in Nederland in een kraamhotel ga, dan heb ik daar niet veel aan, want ik moet alles meeslepen. Dus ik heb ze zover kunnen krijgen om te accepteren dat voor mij naar een kraamhotel gaan in Antwerpen, dat het ja, is wat ik nodig had. Dus je moet proberen te kijken inderdaad hoe je het met de verzekering kan regelen. Maar als je het kan regelen, het is absoluut de moeite waard. Natuurlijk niet bij je eerste kind. Hè. Ik bedoel, dan kom je thuis en is alles stil. Ik bedoel, maar wanneer je een stel kinderen thuis hebt en je kan even een paar dagen nog niet naar huis gaan, dan is het absoluut... het is altijd leuk hoor. Daar was ook een vrouw die had net haar eerste kind en... Haar ouders en de hele familie die beide wonen. En toch kwam ze naar het kraamhotel. Ja. Kijk, weet je, ze gaan graag naar de kraamhotel. Want daarna gaan ze ook nog weken naar die ouders. Dus niet dat ze dan naar huis gaan, maar ze gaan nog weken naar die ouders. En soms komen ze of willen ze blijven tot over de brismille. Dat iedereen dat eigenlijk vervelend vindt om de baby te verzorgen. En dan weten ze dat dat keurig gedaan is, zonder problemen, en gaan dan nog een keer naar de ouders. En of de moedertjes zijn onzeker en ze hebben hulp bij borstvoeding nodig. Ze leren dan hoe het babytje verzorgen en baden. Ja, dat kan voor iemand ook een probleem zijn. En die extra rust, ja. Ik denk wel dat dat enorm, enorm, enorm belangrijk is. Ja, absoluut. Oké, dus we hebben het over het kraamhotel en dan ben je dus doula geworden. En dat is iets wat je dus nu ook nog steeds doet, neem ik aan? Eigenlijk minder moet ik zeggen, want dan ben ik... ik ben altijd bezig. Dan ben ik ook begonnen met prenatale lessen te geven. Hè? Dus alle zwangere vrouwtjes... niet alle, maar daar komen geregeld toch wel groepen. Die komen dan luisteren over de zwangerschap, over de bevalling. Dus dan ben ik daar ook mee bezig. En dat is ook altijd heel erg leuk, want het is iedere zwanger denkt dat hij de eerste is die zwanger is. En dat zij de enige is die zwanger is. En dan hoor je al bijna 30 jaar hetzelfde, maar dat is allemaal voor mij niet erg. Want ja, het blijft nieuw voor hun. Het blijft nieuw. En ik vind het, dus ze komen in groep met vrouwen en ze mogen als echtpaar alleen komen. Want er zijn dus ook mannen die dat heel interessant vinden. En die hebben eigenlijk ook hun vragen. Ik moedig dat dan wel aan. En dan praten we er ook over. Wat wil hij weten? En wat kan hij doen? En wat moet hij doen? En waar moet hij ook op letten? En gewoon, ja, ik heb dan hele kosere platen. Tekeningen eigenlijk. Hè, waar niks aanstootgevend op staat. En die laat ik dan ook zien. En... ik vind dan wel dat ze veel respect krijgen voor hun vrouw. Van wauw, dat gebeurt er allemaal in je lichaam. En dat is allemaal voor ons kind en zo. Weet je, dat vind ik wel heel mooi dan, moet ik zeggen. Dat is zeker de moeite om het daarvoor te doen. Ja. Nee, erg lief is dat ook. Hoe bezorgd ze zijn dan en zo. Ja. En zie je nou een heel groot verschil in de vrouwen van 30 jaar geleden en de vrouwen van nu? Ja, als ik les gaf 30 jaar geleden, ieder woord wat ik zei, schreven ze op. Kunt u het nog even herhalen? Ik wil het opschrijven. En door de jaren heen is dat schrijven helemaal weggevallen. En toen ben ik begonnen de les uit te printen. Maar dat zei ik niet aan het begin van de les, dat zei ik dus tegen het einde. Want anders gingen ze ook niet meer luisteren. Maar dan hoeven ze niet te komen. En nu heb ik eigenlijk een PowerPoint. Hè, ik moet een beetje meedoen. Een PowerPoint met de zwangerschap, de bevalling. En ik vertel, maar er is dus niemand meer eigenlijk
die meedoet schrijven of zo. Nee, dat is weggevallen. Dus dat vind ik een heel rare verandering eigenlijk. Aan de andere kant, in Antwerpen is het wel zo dat de groep Belze vrouwen, die studeren allemaal tegenwoordig. En daar hebben we het dan ook eigenlijk over in de les. Die studeren dus schooljuffrouw, kleuterjuffrouw, logopediste, psychologie. Dus hun kijk op de wereld is wel anders dan de vrouwen 25 jaar geleden die niks deden. Dus, deden, je bedoelt, die zich focussen op hun gezin. Nee. Dus je merkt wel dat er veranderingen zijn in de mens, in de vrouwen ook eigenlijk. Ja. Maar uiteindelijk, een zwangere is een zwangere. En als je voor de eerste keer zwanger bent, is het allemaal nieuw, hè. Dus ja, en dat is wel toch speciaal. Maar ben jij nou de enige in Antwerpen die dit doet? Er is nog iemand die dat doet. Kan niet alles alleen doen. Maar ik weet verder eigenlijk niet. En ik denk ook wel dat anderen daar ook naar naartoe gaan. Want ik zie niet alle vrouwen. Er zijn vrouwen die ik niet zie. Er zijn vrouwen die ik wel zie. Dus ik weet het eigenlijk niet. Ja, want het is natuurlijk een gigantische Joodse gemeenschap daar. Ja, dat is wel de gemeenschap. Maar dat was dus ook toen we die babykraam er bij Schrijzel begonnen zijn. Toen hadden we, laten we zeggen, op een week 3 Joodse bevallingen maximaal. Terwijl nu kunnen het er 8, 9 zijn. En ik herinner me nog toen ik begonnen was. Ik had een broche gekregen van de Rosse Schiebe van Manchester. Die werd Rosse Schiebe van Manchester genoemd eigenlijk. Daar ken ik hem ook onder de naam. Ik ging wel eens, als ik in Manchester was voor familiefeest, ging ik naar deze raaf toe. En hij heeft mij toen een broche gegeven en ik moest dat opstarten eigenlijk. En ik moest dat aan al de rabbijnen van de stad vertellen. En dan kreeg ik wel commentaar van, god, dat is niet nodig. En voor wie en voor wat en voor die paar bevallingen. Maar door de jaren heen, doordat er zoveel jongelui weer terugkomen hier wonen, is dat toch wel echt opgelopen tot zeker 8 bevallingen per week. Dus ja, zeker de moeite. Absoluut. Ja. Ja. En is dat, dat moet zo, je blijft dan in principe zo bij een hele bevalling of alleen wanneer ze in die eerste kamer zijn? Op het ogenblik ben ik wat weinig actief zelf in de verloskamer. Mijn man was ziek en ik kon hem niet meer 's nachts alleen laten. Want natuurlijk als je doula bent, whenever the phone rings, je gaat er naartoe. Ik was wel eens nachten niet thuis en dat kon ik niet meer. En daarom moest ik dat een beetje naar achter schuiven. Maar des te meer kwamen de lessen eigenlijk naar boven. Want dat is de dagen, de indeling kan ik zelf geven eigenlijk. Ja. Ja. Oké. En dan was er nog een taak die je op je hebt genomen. En dat zal ik dan een beetje introduceren. Want voor de mensen die bekend zijn met Taharat HaMishpacha, dus alle wetten omtrent het Joodse huwelijk, dan zijn daar best wel vaak vraagstukken die een vrouw kan hebben. En in Israël is dat begonnen op een gegeven moment, dat er dus vrouwen opgeleid zijn om de dames te helpen met hun vraagstukken. En ik heb begrepen dat je dat ook doet. Ja. Kan je vertellen hoe dat begonnen is? Ik had ervan gehoord, maar in Antwerpen werd dat dus niet gebruikt. Raaf Heunik, die werd, ik denk toch een kleine 20 jaar moet dat geweest zijn, geleden is hij hier raaf geworden. Hij kwam uit Monsi. En in Monsi was dat helemaal normaal. Daar had je al een bodekker. Een bodekker wil zeggen een vrouw die meehelpt zoeken naar oplossingen. En hij heeft toen gevraagd, is hier niemand die dat kan? En door mijn opleiding hebben ze mij gevraagd
En zo ben ik daar dus eigenlijk in gerold. Mijn kennis gynaecologie eigenlijk. Ik heb dan ook nog 12 jaar geleden een opleiding menopauze gedaan. En een paar jaar geleden nog sekscounseling. En met alles wat ik geleerd heb, help ik eigenlijk de jonge vrouwen vooral met alle problemen die zij in het begin tegenkomen. En wij spreken heel open over alles. En dat helpt enorm. En de rabbijnen, die dan meestal met de jonge mannen spreken, die stuurt dan de vrouw naar mij toe. En we werken dan samen, of soms komt de jonge man zelfs ook mee, want dan wil hij dat ook nog eens uitgelegd krijgen. En gelukkig kunnen we heel veel jongelui helpen. Ja. Dus je ziet, er is van alles hier gaande eigenlijk. Ja, ja, dat is inderdaad een ontzettend belangrijke taak ook voor de jonge mensen. Eigenlijk alles waar je mee bezig bent is ontzettend belangrijk. Ja, en het is ook dat vrouwen zo... vrouwenproblemen, laten we het zo maar noemen, hè, eigenlijk op alle leeftijden ook nog tegenkomen. En die komen eigenlijk ook. En soms komen ze van overal naar mij toe. Ja. Dus dat houdt alles samen, houdt mij bezig. Ja. Dat lijkt me inderdaad een volle dagtaak. Nou, het is geen volle dag. Het rare is, je hebt dagen dat je er hele dagen mee bezig bent. En je hebt dagen dat het minder is. Hè? Maar ja, dat is met alles zo. Ja. Maar uiteindelijk, als iemand goed geholpen is, ben ik wel blij. Ja, ja, zeker. Zijn er nou specifieke gebeurtenissen die je in al dit werk hebt meegemaakt, dat je zegt van, dat was zo bijzonder, daar wil ik wel wat over vertellen? Ja, bijzondere gebeurtenissen. Of mensen die brieven of kaartjes na afloop sturen om te bedanken voor je hulp. Of ja, mensen zijn niet zo brieverig, moet ik eerlijk zeggen. En wat ik nu ga zeggen is misschien niet aardig, maar ze moeten betalen voor mijn service. En dat vindt men heel vaak al voldoende. Oh, nou ja, uiteraard. Ja, dat vind ik dus ook. Maar daarvoor een enkele zegt dan nog wel achteraf dankjewel of zo. Maar ik geloof niet dat de mensen het echt realiseren. Hè? Natuurlijk was dat even in het begin heel raar. Maar ik let daar nu niet meer op. Ja, het is raar, maar zo is het eigenlijk. Kijk, want ik kan me voorstellen dat jonge mensen, hè, mensen die maar een paar jaar getrouwd zijn en die misschien hulp nodig hebben van een bodeket of als ze moeten bevallen van een doula, misschien dat de jonge mensen dat heel normaal vinden dat die services er zijn. Ja, maar de wat oudere... niet meer nieuw. Mijn eerste klant, ik weet nog, die kwam en die was helemaal... En die stuurde mij wel daarna een groot bos bloemen. Maar dan, ze leren nu ook overal dat er een bodeket is. Dus net als de slager, de kruidenier en de bakker er is, is de bodeket er ook. En dat hoort in het pakket. En dat is helemaal niet meer bijzonder. Ja. He? Nou, voor ons Nederlanders is dat dus nog wel bijzonder. Want ja. In Nederland is dat nog niet zo vanzelfsprekend. Nee, is het niet zo in. De mensen zeggen wel vriendelijk bedankt en zo. Ook ben blij dat ik geweest ben en dat ik met je heb kunnen praten. Maar dat is het eigenlijk, ja. Maar goed, ik doe het ook omdat het mij wel fulfillment geeft. Hè? Het geeft mij voldoening. En ik toch heel blij ben als je iemand
heb kunnen helpen, problemen oplossen. Wat soms hele stomme problemen zijn. Waar gynaecologen bijvoorbeeld helemaal niet aan denken dat dat het probleem kan. Een gynaecologische pathologie. En het is gewoon ja, kleine dingen, tips die je kan geven aan een jong stel. En daarmee zijn alle problemen opgelost eigenlijk. Ja. Het is mijn werk, klaar. Ja, maar het is wel mooi dat je ook kan genieten ervan. Hè? Dat je ook resultaten kan zien. Ja. Jawel, als iemand dan na modderen toch zwanger geworden is of zo. Hè? Want je hebt ze dan toch ook mee kunnen helpen met raadgevingen enzovoort. Ja, dan ben ik wel blij. Ja, zeker. Ja. Ik zeg wel eens, dat zijn allemaal mijn kinderen, mijn kleinkinderen. Hè? Ja. En mijn kleinkinderen zeggen, omi, alle vrouwen kennen je. Iedereen groet je. En ze vinden dat heel speciaal. Dat alle vrouwen ja, groeten als ze op straat lopen. Ja, want je hebt kleinkinderen in Antwerpen wonen? Nee, de kleinkinderen wonen en in Israël en in Londen. Oké. Maar als ze dan hier zijn, dan valt dat dus heel duidelijk op. Ja, dat is wel heel grappig. Mm-hmm. Ja. Ja. Bijzonderheden. Ja, ik vond het geweldig toen mijn dochters trouwden. Ik moet zeggen, ja, het was heel overdonderend eigenlijk. En ik was helemaal niet bezig met rommeltjes en frutseltjes en zo. Het was, zo is het, zo moet het zijn. Ik weet het niet. Het was heel overdonderend eigenlijk. Heel overwhelming, zeggen ze dan. Hè? Ja, dat vond ik toch wel heel, heel, heel bijzonder. En ook, ik zei altijd, die lieve jongens die mijn dochters nemen, voor lekker wordt, want dat zijn ook mijn kinderen eigenlijk. Ja, is toch zo. Ja. Als die mijn meisjes gelukkig zijn, waar ze ook leven met hun man en gezin, daar ben ik ook heel blij. Ja, zeker. Ja, dat was wel heel mooi eigenlijk. Zo, ja. Mm-hmm. En was de tijd dat jouw dochters trouwden, was dat toen je al begonnen was met deze werkzaamheden? Of dat was lang ervoor? Ja, want... Ik ben eigenlijk dus begonnen toen de jongste 10 jaar was. Okay. Toen ging ik naar school. En ik was totaal, hoe noemen ze dat, beroepsmisvormd. Ja, dat is heel erg. En ik ga je wat leuks zeggen. Dus die kleine, die staat in de keukendeur. En die zegt tegen mij, mama, ik heb 4 centimeter. Ja, 4 centimeter. Ik denk bij mezelf, godarm kind. Zo helemaal beroepsmisvorm. Helemaal weg. En ik denk, godarm kind. Ja, 4 centimeter met mijn breilapje. Ja, dat... zij zijn daarmee opgegroeid eigenlijk. Met al die vrouwen die bellen. Ja. De mama in de haar. Ik kan me redden met de mama. Daar zijn ze eigenlijk mee opgegroeid. Met de groei dus van mijn studie en ook de opening van de babykraam, dus van de Bijsreizel en zo. Ja, daar zijn ze helemaal mee opgegroeid eigenlijk. Ja. Oké, dus jij hebt als moeder je dochters ook jouw wijsheid kunnen meegeven voordat ze... Ze zijn op prenatale les bij me geweest. Maar zij doen eigenlijk niks met met mijn kant eigenlijk. Dat is not their business. Hè? Maar het is toch leuk, want ik was dan bij hun bevallingen natuurlijk ook. En toch ook heel speciaal eigenlijk om dat mee te maken. Want ik had toen ook aan de gynaecoloog gevraagd dat ik bij de eerste kleinkind of ik het zelf mocht aanpakken. Dus, en die is echt met mijn handen geboren. En dat vond ik toch wel heel, heel speciaal. Zeker. Ja. Dat zijn toch hele mooie dingen eigenlijk. Hm? Ja. En is het nu in coronatijd, is het heel anders allemaal? Ja, er mogen geen doula's mee. Dus dat is gedaan. Het is alleen de man. Ik heb ook moeten stoppen met vrouwen te zien. Dus ik heb ook moeten stoppen met lessen. Echt die tijd van midden maart tot mei. In mei werd het dan weer iets losser. En dan ben ik in juni, begin juni, toch weer begonnen.
met kleine groepjes en we zaten verspreid door de kamer met een masker en daar staat ontsmettingsalcohol en zo. Maar het was natuurlijk allemaal heel anders in de coronatijd. Ja. Goed, we zijn bijna aan het einde van onze tijd. Had jij nog iets te vertellen, iets mee te geven? We staan voor een nieuw jaar. Misschien een message naar de luisteraars. Ja, ik vind dat als je iets wilt doen in je leven, moet je het doen. Wat jij gedaan hebt, wat jij geleerd hebt, dat wil ik ook altijd, zeggen ze dan. Doe. Doe het. Whatever you want, doe het. En je zal zien dat het je geeft je voldoening. Maar natuurlijk wel, dat zeg ik wel aan de vrouwen, je gezin mag er in het begin niet onder lijden. Mijn jongste was 10. En toen heb ik de stap gewaagd om van tussen 8 en 5 naar school te gaan. Als je kleine baby's hebt, dan moet je dat niet doen. Maar je bent uit de kleine baby's op een gegeven ogenblik. En dan ben je nog jong. En ze zeggen het leven begint bij 40. Nou, dat geloof ik dus echt zeker weten. Aan de andere kant wil ik ook zeggen dat je moet, if do as I say, besimgen. Je moet besimgen blijven. En je moet ook kunnen blijven lachen om alles. Hoe serieus de situatie is. Hè? En zoals jij zei, de Picoa hebben we meegemaakt. Overlijden van mijn zoontje hebben we meegemaakt. Overlijden van mijn zus hebben we meegemaakt. En nog en nog. Maar uiteindelijk, ik probeer altijd, en dat zeggen de mensen ook, je bent altijd vrolijk. Hè? En ik probeer ook die coronatijd door te komen, vooral die moeilijke maanden, toch met optimisme en positief en lachen eigenlijk. Ik vertelde dan ook, want dan vroegen ze, die zeiden, was je dan helemaal alleen? Ja, ik was helemaal alleen. En dan zeg ik, ik was zo goed gedaan, ik mocht een tweede avond ook nog doen. En dan, of dan zeg ik, de Afrikaimen is verstopt, ik weet niet meer waar en niemand kan me zeggen waar die is, want ik heb het zelf gedaan. Dus, en dat merk ik, dat doe ik ook in mijn lessen, in alles wat ik doe, altijd maar mopjes tussendoor, om altijd maar vrolijk te blijven. We zijn allemaal zo zuur genoeg af en toe. Nou, dat is een hele mooie boodschap. Ja, en dan wens ik iedereen een bedankt voor het luisteren, voor het kijken. En een heel goed, gezond en gelukkig jaar met Simges en Nages. Amen. En alles wat we graag willen, ten goede van iedereen, van het hele volk van Israël. Amen, amen. Heel erg bedankt. Graag gedaan. Ik vond het heel leuk en heel gezellig. Oké, super. Wie weet zien we elkaar in Antwerpen in levende lijven. Ja, wie weet. Ja. Bedankt, hè. Oké, een fijne avond en Xiwa Gassima Toivo. Dankjewel, jullie ook. Hartelijk dank. Ik ben een en wat meer over uw leven horen. Hartelijk dank. Prettig. Alsjeblieft, graag gedaan. Dankjewel. Jij ook bedankt voor het kijken. Dankjewel. Tot ziens. Bedankt. Dankjewel, Rachel. Lekker zien we Gassima Toivo allemaal. Ja, dat was erg interessant. Heel boeiend. Hoe zit je routine? Leuk. Dankjewel, het was hartstikke gezellig. Go. Hopla, we zijn er nog.